Deze week in 7 minuten de Erasmusbrug. Hij werd 20 jaar geleden officieel geopend door koningin Beatrix. Het jubileum van het icoon is voor RTV Rijnmond de reden om uit te pakken met een talkshow genaamd Hoog. Vanuit het topje van de Zwaan gaan wekelijks 2 prominente Rotterdammers met elkaar in gesprek over hun stad. Vandaag kijken we achter de schermen bij de opnames van journalist Fidan Ekkies en acteur Martin van Waardenberg. Ik heb stalen zenuwen, dus ik ben echt helemaal nergens bang voor. Ik heb eigenlijk wel een beetje hoogtevrees, maar meer als ik aan het randje sta en je kan er veel te makkelijk overheen. Fidan, volgens mij is het een van de mooiste vrouwen met wie ik zo op grote hoogte een discussietje ga krijgen. Ik vind Martin heel leuk. En we hebben nu al heel veel lol, dus we kunnen heel erg met elkaar lachen. En voor Rotterdam doe ik alles. Nee, ik bereid niks voor. Dat kan ik niet aan beginnen. Mijn meest prangende vraag? Heb ik niet, nee. Turkije misschien, of het moslimschap. Dat zal van alles zijn. Ik weet heel weinig eigenlijk over Martin, dus ik heb genoeg vragen. De gasten moeten 2 benauwde liftjes en een groot aantal trappen trotseren om in het hoedje van de brug te komen. Zo, wat een benauwd hockey. Oh, dit is wel mooi. Nu denk ik. Kom maar. Ben je zo? Ja, kom maar. Ja. Zo, Fidan. En nog één. En nog één. Ik heb je nooit gemogen. Hey, dit is leuk, hè? Zo. Oh. Nou, dit is het wel waard. Oh my god. Dan heb je toch gewoon zin om erin te springen. Geen presentator, geen cameramensen en een studio van nog geen 4 vierkante meter. Met de zomerse temperaturen is het flink aanpoten voor de makers van de serie. Vanuit de regieruimte, iets onder het hoedje, kijken ze mee naar het gesprek. Ik denk echt heel erg ook door de opkomst van sociale media dat mensen zich echt permitteren om van alles maar te roepen. En overal maar tegenin te gaan. Het heeft echt een beetje alles. Heb je dat bij sociale media een beetje? Dat iemand zei tegen mij, je denkt ook wel heel ouderwets, maar ik vind echt dat dat heel veel verziekt heeft. Ik vind het, is nog serieuzer dan ik had gedacht. Maar af en toe, het is verbazingwekkend, want we hebben dus geen gespreksleider. Dat alle gesprekken tot nu toe echt van een inhoud zijn. Ja, echt waar. Maar dat doet die plek volgens mij ook. Dat is het idee er ook achter geweest en dat werkt dus. Als je met je rug tegen de achterwand gaat zitten, dan loop je kans op de derde graad brandwonden. Want dat staal, dat is zo vreselijk heet. En het is ook niet echt een regie, want je kunt niet ingrijpen. Want je kunt niet zeggen van, joh, ga het nou eens even over wat anders. Want dan moet je door het luik heen gaan roepen. Ja, dus het is echt gewoon, houd je touwtje maar, ja. Een hele professionele studio hebben we hier. Geluid! Als je net zo'n idee als dit naar het verre Hilversum zou gaan, zouden ze het gek verklaard zijn van laat u zich vooral opnemen en komt u maar nooit meer naar Hilversum. Maar dat kan hier en daar ben ik echt geweldig gelukkig mee. Ik heb nog nooit zoveel wakker gelegen als afgelopen week, maar dat heeft te maken met alles. Cameraatjes, het is snikheet, boven valt het gelukkig mee, maar gisteren vielen de camera's uit door oververhitting. De lift is al een keer uitgevallen. We zitten hier boven, we kunnen nauwelijks naar beneden, weet je wel. Dus dit is een van de spannendste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja, dank je. We konden niet iedereen uitnodigen. Het heeft niet alleen met claustrofobie te maken, maar ook nog een keertje met lichaamsomvang. Dus gedroomde gasten als, ik zal hun namen niet noemen, want dat vind ik vervelend voor Jack Woutersen en Herman de Blijker en Bram Peper. Maar die zouden nooit boven komen. Die blijven steken in die mangaten hier. Dus je gaat ook ineens hele andere criteria aanleggen. Van, heeft u hoogtevrees of bent u te dik? Ja, sorry, dan gaat het niet door. Krijg je die neiging niet dat als je op grote hoogte bent, ik dat je denkt, dat net al een paar stel keer dat zeggen. Ik nou eens... Ik heb altijd de behoefte om zou je het, niet altijd, maar dan... Als je in het water, zou je het overleven? Nee, de klap is te hard, denk ik. Nee, dat overleef je overleef niet. Je niet nee, maar ik zei net al, waar ga je dood? Want ik denk dat je een hartaanval krijgt. Of hij stikt. Ik vind Fidan vind ik echt een geweldig mens. Een heel oorspronkelijk en vrolijk en heldere denken. En Martin, ik bedoel, als Martin goeiemorgen zegt, dan lig ik al dubbel van het lachen. Ja.
ik wist niet hoe die combinatie zou uitwerken, maar dat was echt verrassend. Echt verrassend leuk. Als je bijvoorbeeld dat hele akkefietje van die Erdogan neemt, weet je wel, die man in Amerika beschuldigd van, ja, die heeft dan die aanslag. Ik vond dat zo'n rare staatsgreep. Ja. 16 mannetjes en 1 tankje op een brug. En toen was het voorbij. Ik denk, ja, dat is toch geen staatsgreep. Je bedoelt qua dat het in scène gezet zou zijn? Dat lijkt me wel. Dat is toch niet, dat neem je toch niet serieus? Nou, ik vond dat het echt alle kanten op ging. Binnen een paar minuten konden we van heel hard lachen naar echt heel erg serieus. En dat wisselde elkaar echt constant af. Dus ik heb het idee dat als je een beetje knipt en plakt, dat je een hele rare uitzending krijgt. Een hele rare uitzending. Maar ja, ik vond dat om. Ik hou wel van zo praten. Dat je iets zegt en dat eigenlijk meteen weer helemaal tot op het bot gerelativeerd kan worden. Dus, is dat ook een beetje Rotterdams, denk je? Want ik hoor wel vaker. Relativeren is ook wel. Ja. Nee, maar ook dat, ja, dat heel snel zo van hop, 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 hop. Want ik hoor heel vaak van jij maakt veel gedachtensprongetjes. En je gaat echt van de hak op de tak. Ja, en ik merk, sinds ik in Rotterdam woon, denk ik, hé, ze zijn allemaal zoals ik. Ja. en elders is dat. Dus het is toch een beetje Rotterdams. Ja. Nou ja, Rotterdam is ook wel een beetje van, oh ja, joh. Oh ja, weet je wel, joh. Zo. Ja, van, oh ja, joh, is dat zo? Weet je wel? En daarmee wordt eigenlijk alle bodem onder wat je zegt vandaan getrapt. Ja, wat jij vertelt iets belangrijks en iemand zegt dan, oh ja, joh, nou, dan kan je wel naar huis. Ja, of ook, wat ga je koken vanavond? En oh ja, joh, maar wat vind jij nou van de islam? Ja, precies. Ja. Zie je wel. Ik ben wel normaal. Het gaat lekker heen en weer. Ik ben wel normaal. Ik ben thuis. Ja. Komende zaterdag is de eerste aflevering van Hoog te zien, hier bij TV Rijnmond. Poezen, katers en kittens. Een bron van vreugde voor veel huisdierenliefhebbers. Maar soms loopt het uit de hand. Dagelijks rukt de Stichting Zwerfkattenopvang Rijnmond uit om verwilderde of loslopende katten te vangen, te steriliseren en weer te laten wennen aan hun nieuwe omgeving. Volgende week in 7 minuten.